Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Nick van Ruiten. Welkom. Dankjewel. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Ja, we gaan het vandaag alleen maar over vitamines hebben, volgens mij. Vitamine, mineralen, ja, micronutriënten wordt dat in het algemeen genoemd, hè? Ja. Ja. En jij bent medisch doctorandus? Ja, ik heb geneeskunde gestudeerd, wat ook wel vaak medicijnen genoemd wordt, ja. Met reden. Ik ben na mijn doctorandus titel ben ik gestopt. Dus ik mag mezelf geen arts noemen, maar doctorandus in de medische wetenschappen, of hoe je het ook wil noemen, mag wel. En jij bent terechtgekomen bij vitamine en mineralen? Ja, na een zoektocht uiteindelijk ben ik daar terechtgekomen, omdat ik zag dat, want ik heb wel... Ik heb eerst iets heel anders gedaan, in de consulting gewerkt, maar daarna ben ik toch de medische industrie ingestapt. Maar ik kwam steeds meer tegen dat we daar bezig waren met het ontwikkelen van dingen om symptomen te behandelen. En ik zag steeds meer aan de andere kant dat er zoveel meer te doen is om de gezondheid te verbeteren. En om mensen te ondersteunen bij preventie, ondersteunen om de gezondheid goed te houden. En op een gegeven moment heb ik de beslissing genomen dat daar meer mijn toekomst lag dan in de medische wereld. En ik ben heel blij met die keuze, want daar pas ik veel beter. Want ik zie dat ik met mensen kennis over te dragen, mensen de juiste producten voor te schotelen en aan te bieden, dat we bij mensen echt goede resultaten kunnen halen. Ja, want jij zit bij Alliance for Natural Health. Ja. Ja. Ja, ik ben daar een aantal jaar geleden bij betrokken geraakt. Het is van oorsprong een Engelse stichting, de Alliance of Natural Health International. Die is opgericht door dokter Robert Verkerk. En die is al meer dan 20 jaar bezig in dit gebied. En die maakt zich sterk op alle vlakken om voor elkaar te krijgen dat we meer naar de natuurlijke ondersteuning kijken dan naar de medische en farmaceutische ondersteuning. En daar maakt hij zich sterk voor en hij is op veel vlakken bezig. Hij is ook bekend in de hele COVID-affaire. Daar is het ook een van de grote mannen die naar buiten getreden is met de waarheid. Op wat voor manier? Want niet iedereen zal hem kennen. Nou, hij heeft heel veel congressen spreekt hij ook, waar mensen zoals Bob Malone en dat soort mannen ook spreken. Robert Malone, die is hier ook geweest. Oh, die is hier geweest. Kijk eens aan. Dus Robert is daar heel actief in geweest, maar door de Brexit was hij natuurlijk niet meer in een positie om in Europa veel te doen. Dus heeft hij ons gevraagd om samen een stichting hier te starten, de Alliance of Natural Health Europe. Omdat we in Europa ook waakzaam moeten blijven om te zorgen dat we wel vrije keuze blijven houden wat betreft de mogelijkheden om onze gezondheid in stand te houden of te verbeteren. Staat dat onder druk dan? Ja, helaas wel. Op wat voor manier? Want ik doe, er gaan volgens mij heel wat pillen in. Ja, er zijn in Nederland, ik zag laatst een enquête die gedaan is onder Nederlanders. En bijna 2/3 van de Nederlanders neemt supplementen. Maar wat wij ontdekt hebben is dat vaak mensen wel denken, ja, ik moet supplementen nemen. Maar vaak weten ze niet welke vitamine en mineralen ze moeten nemen. Ze weten vaak niet in welke balans ze het moeten nemen. En zeker niet in welke hoeveelheden het dan goed is voor hun lichaam. Ja, ik denk, ik neem me wat en de rest plas ik uit. Nou, dat is ook zo. Kijk, maar het punt is, mensen hebben dus die kennis niet en zijn heel verward over het onderwerp. Want als je op het internet gaat zoeken en je zoekt 10 verschillende artikelen op, krijg je 10 verschillende verhalen. En in essentie is het niet zo ingewikkeld. Dus je kunt mensen, als je ze op pad helpt om het op de juiste manier te doen, kun je zorgen dat ze wel resultaat hebben met het nemen van vitamine en mineralen. Ja, en zijn de huisartsen hier goed van op de hoogte of helemaal niet? Of? Er zijn er, maar het gros, bijna allemaal, die leggen dat terzijde van ja, vitamine en mineralen krijg je genoeg binnen. Hè. Dat zegt, het voedingscentrum zegt dat ook. Van als je gewoon uit het eten halen. Ja, als je ze noemen dat als je gevarieerd en evenwichtig eet, hè, dan krijg je eigenlijk alles binnen. Wat je nodig hebt. Maar als je terugkijkt naar alle onderzoeken die gedaan zijn in onze voeding, en er zijn er niet zoveel. Er zijn niet veel onderzoeken?
Nou, niet bekend in ieder geval. Als je terug gaat kijken, dan kan je voor Nederland wel onderzoeken vinden die in tussen de jaren 90 en begin 2000 gedaan zijn. En dan zie je ernstige dalingen van de hoeveelheid vitamine en mineralen in onze groenten en fruit. Dat is ook wel een keer in onder andere de Telegraaf is daar wel over bericht. Maar daarna hoor je er eigenlijk niks meer over. En die afname die zal sinds die tijd niet omgedraaid zijn. Want onze landbouw is nog steeds op dezelfde manier georganiseerd als toen. En misschien alleen maar verslechterd. Want uiteindelijk gaat het erom, zit er genoeg voeding in de grond? In de grond, voor die planten die voor ons moeten zorgen voor de vitamine en mineralen. En dat is natuurlijk... Ja, en die grond die is niet... heeft, ja, omdat we het intensief gebruiken, ja. Raakt zeg maar die voedingsstoffen... Ja, verwaterd of er zit minder in. Of ja. Het is in ieder geval, het heeft... Misschien weten we niet eens precies helemaal de oorzaak, maar at the end... Nou ja, kijk, wij hebben voedingsstoffen nodig en die planten ook. En als je natuurlijk... Vroeger had een boer heel veel land om zich heen. En een jaar werd daar de bloemkool en de volgende jaar ergens anders de andijvie. En die grond bleef gewoon rijk aan voedingsstoffen. Maar toen kwamen de economen en die zeiden, ja, je moet eigenlijk al die land gewoon intensief gebruiken. Dan is de omzet hoger. En op zich is dat geen probleem, maar op een gegeven moment werd dat een probleem, omdat die voedingsstoffen raakten op voor die planten. En die planten werden minder gezond en minder groot, et cetera. In plaats van de oorzaak aan te pakken, zijn we toen het symptoom gaan aanpakken door met kunstmest die grond te gaan behandelen. Maar kunstmest bevat maar 3 of 4 mineralen. En die plant heeft veel meer mineralen nodig. Dus die plant die groeide wel weer beter, maar nog steeds was die niet gezond. En weer niet naar de oorzaak kijken, ze hebben weer een oplossing gevonden voor het symptoom. En dat is de pesticiden en zo. Want die planten die niet gezond zijn, die trekken ongedierte aan. Net zoals wij. Wij worden ziek als we ook minder goed gevoed zijn. Dus en die pesticiden, hè, die fungiciden en insecticiden, noem het allemaal op. Die krijgen we niet alleen met de voeding zelf binnen, maar die gaat ook de grond in. En in die grond zitten bacteriën en wormen en dat soort dingetjes. Die juist zorgen dat alles wat in de grond komt weer afgebroken wordt en voedingsstoffen voor de plant worden. Dus dat proces komt ook stil te liggen. En alles bij elkaar wordt de voeding steeds minder rijk aan vitamine en mineralen. En daarbij hebben we natuurlijk nog dat de voedingsindustrie heeft ontdekt dat als je een appeltje vroeg oogst, kan je het langer bewaren. En als je het langer kan bewaren, heb je een grotere kans dat je het goed kan verkopen. En nou ja, en transport, dan heb je meer tijd daarvoor. Dan heb je meer tijd. Dus dat is ook logisch dat ze daarnaar kijken. Alleen het probleem daarbij is dat de vitamine, dan heb ik het specifiek over vitamine, die worden juist in de laatste fase van de rijping op grote schaal gemaakt door die planten. Dus in feite, op het moment dat die de vitamine gaat maken, halen wij het al van het land. Dus dat is nog eens een keer een extra reden waarom de vitamine in fruit en groente drastisch gedaald is. Dus als ze zeggen, ja, met gevarieerd en evenwichtige voeding krijg je alles binnen. Ja, ik zie daar geen bewijs voor. Maar ik denk meer dat het komt van... we hebben het georganiseerd, die manier georganiseerd in de westerse landen, dat er genoeg voeding is. Ja. En we moeten ons eerder disciplineren in wat er dan gezegd wordt, in calorieën en minder eten. Maar er wordt niet zo gekeken van, eet je genoeg in de zin van, krijg je genoeg vitamine en mineralen binnen? Nee, want kijk, ja, we zijn natuurlijk heel erg richting koolhydraten gegaan, wat nogal wat problemen heeft veroorzaakt. Hè? Suiker en alles wat geraffineerde koolhydraten is een probleem voor het lichaam. Maar al met al is natuurlijk de kwaliteit van de voeding die we elke dag eten, is teruggelopen. En mensen weten ook niet meer hoe ze moeten eten. Hè? Het is duidelijk dat geraffineerde koolhydraten het lichaam in de war gooien. Maar hoeveel mensen weten dat? En hoeveel mensen passen daar hun dieet op aan? Want in principe kan je alles eten als je maar weet hoe je het moet eten en in welke verhouding. Want alleen op calorieën letten,
Dat doen we al 50, 60 jaar. Niet dat heel succesvol. Dat is niet heel succesvol geweest. Dus daar moeten we een oplossing niet zoeken. Maar dat wordt meestal bij het individu neergelegd. Ja, dan zal je er toch wel niet aan houden. Ja, nee, maar er zijn er heel veel die eraan houden. En calorieën tellen, sommige mensen vallen daar ook wel door af. Maar zodra ze weer een beetje normaal gaan leven, worden ze zwaarder dan ze waren. Dus daar zit de oplossing niet. Ik zeg altijd, het fundamentele probleem is dat we een perfect lichaam hebben. Maar de eigenaar heeft onvoldoende kennis. En dat is een groot probleem, want als je een willekeurig apparaat koopt in een winkel, zit er zo'n dik boek bij hoe je het moet bedienen en hoe je het moet onderhouden. De gebruiksaanwijzing. Dat noemen we de gebruiksaanwijzing. Maar met dit ding hebben we eigenlijk nooit een gebruiksaanwijzing gekregen. Is het teruggebracht tot mouth pleasure? Gewoon was lekker. Nou ja, dat zie je ook. Ik geef regelmatig presentaties en ik laat mensen zien van ja, ons lichaam bestaat uit organen. Maar als je die organen verder gaat ontleden, bestaan we eigenlijk uit cellen. En alles wat jij door je mond of door je neus binnenkrijgt, als het ademhalen of voeding of water, is allemaal voor die cellen. Alles wat je doet is om die cellen te zorgen dat ze alles hebben, waardoor die cel kan functioneren zoals die moet. En inderdaad zie je dat heel veel naar pleasure gegaan is van, ja, het is een soort entertainment geworden. Als het maar lekker is en... Makkelijk. Dat is ook een ontwikkeling die natuurlijk heel erg een rol speelt. Maar mensen maken veel meer keuzes het is inderdaad een vorm van entertainment geworden. En denken niet meer van, ja, wat heb ik nou nodig? Zodat die cellen gewoon kunnen functioneren zoals ze moeten. Want dat is eigenlijk de reden waarom we ademhalen en eten. Ja, en het verband tussen van wat je eet en ziek worden of gezond blijven. Het is wel, denk ik, wat je eet en je wil niet dik worden. Dat is voor iedereen, denk ik, wel van dat wil je liever niet. Maar de relatie tussen gezondheid, doen mensen dat nog? Of wat? Ik bedoel, jullie zijn hiermee bezig. Ja, nee, gezondheid is natuurlijk een enorm issue. Want als je naar de statistieken kijkt, dat zijn statistieken, ik denk van het RIVM of Volksgezondheid. Dat zijn de laatste cijfers van januari 21. Dan blijkt dat 59% van de Nederlanders heeft één of meer chronische aandoening. Dus bijna 2/3 van de Nederlanders is ziek, chronisch ziek. Dat wil nog niet eens zeggen dat die andere 1/3 heel erg gezond is. Dus we doen met z'n allen iets verkeerd. Ja, maar we denken dan toch van, oké, je bent ziek, dan is er een pil voor. Een huisartspil, ja. Nou, zo word ik dan weer beter, hopelijk. Ja. Maar de weg van, ik moet misschien naar mijn eten kijken, naar mijn voeding kijken, of ik moet misschien iets proactiefs doen met supplementen. Ik denk dat dat toch nog niet veel voorkomt. Nee, want het onze hele samenleving is inderdaad ingericht zoals jij zegt. Je wordt ziek, je gaat naar een dokter. Een dokter kijkt alleen maar wat jij op dat moment aan symptomen hebt. En die heeft daarvoor geleerd welk medicijn die daarvoor moet toepassen. Dat is een heel beperkte kijk op de mens en op het lichaam. En ik zeg altijd, ja, als je de symptomen aanpakt, maar niet de oorzaak. Als je de oorzaak van iets niet aanpakt, maar wel een beetje pappen nat houden doet. En die oorzaak blijft bestaan, dan los je het dus nooit op. En daarom zie je dat zoveel mensen chronische ziekte hebben. Omdat die artsen, die zijn bezig met medicijnen om die symptomen te behandelen. Maar ze vragen nooit van wat heb je nou in je leven wel gedaan of niet gedaan, waardoor die gezondheid überhaupt is teruggelopen. En zolang we dat niet gaan doen, en dan kom je inderdaad bij voeding en sporten en genoeg water drinken en goed slapen en allemaal dat soort dingen. Zolang we dat niet doen, blijven we een beetje ronddraaien in een ziekteindustrie in feite. En kan je eens een vitamine noemen, bijvoorbeeld vitamine D, die breng ik dan zelf maar even in. Die hoorde je veel tijdens corona van, zit er misschien een link tussen vitamine D en dat je bevattelijker bent voor corona? Dus een aantal artsen zetten daar ook op in. Volgens mij moeten we daar eens goed naar kijken. Nou, dan door een nog grotere groep is dat dan weer gezegd, wel een flauwekul. Dus hoe zie jij dat? Ja, vitamine D is een heel belangrijke vitamine natuurlijk. En
Ja, kijk, er zijn onderzoeken die laten zien, hè, want we krijgen griep in de winter. In de winter is er minder zon en vitamine D maken we onder invloed van zonlicht in de huid. Hè. Vanuit cholesterol wordt vitamine D gemaakt. En in de winter hebben we te weinig zon om die via het zonlicht binnen te krijgen. Dan kan je het ook met je voeding binnenkrijgen, maar beduidend krijgen we het minder binnen in de winter. Dus heel veel mensen zeggen, ja, griepepidemie en dat soort dingen heeft niks te maken met dat het virus er dan meer is of wat dan ook. Het heeft te maken met dat we dan eigenlijk met z'n allen een vitamine D-deficiëntie hebben. Een vitamine D-tekort. En daarop aansluitend, dat is heel interessant, er was een groep van Hongaarse artsen in Boedapest, die zijn om de tafel gaan zitten om te kijken van, ze hadden gezamenlijk vastgesteld, Hongaren hebben een tekort aan vitamine D in het algemeen. Er zijn zo'n 10 miljoen Hongaren. En die hebben dus rond tafel gezeten en die hebben alle onderzoeken die er gedaan zijn op het gebied van vitamine D erbij gehaald. En die hebben toen gezamenlijk besloten, geconcludeerd, dat er een aantal dingen gebeuren. Kanker zou met 30% dalen. Diabetes type 1 zou met, ik geloof, 78% dalen. Dat zijn nogal cijfers. Griep zou met 90% dalen. Daar kan je geen pilletje tegenop. Nee, en we zouden zelfs allemaal 2-3 jaar extra leven. Dus dat is heel interessant. Dat was een onderzoek dat is gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift in 2012. Dat zijn nogal conclusies. En peer-reviewed? Peer-reviewed alles. Maar het vervelende en het opvallende is dat het vandaag nog steeds niet geïmplementeerd is. En geïmplementeerd bedoel je dat overheden dit omarmen? Juist, want je zou dan zeggen, huisartsen dit weten. Ja, nou ja, de kennis is één, maar kijk, als je als overheid dat zou weten, dat je dat soort cijfers kunt bereiken in je volksgezondheid, hè? Als je in Nederland 59% is ziek. En je ziet dat vitamine D volgens die artsen, dat zijn gewoon reguliere artsen, die zeggen ja, dat soort effecten kan dat sorteren. En het is duidelijk dat is een investering natuurlijk, maar als je ziet wat het medisch veroorzaakt, zijn natuurlijk ook enorme besparingen. En ze hebben dat ook doorgerekend. En ze kwamen eruit dat ze 50 miljoen per jaar moesten investeren om, ik geloof, ruim 800 miljoen per jaar te besparen. Dus ook daar lijkt me heel interessant voor de overheden om naar te kijken. Maar voor degene die er helemaal niet in zit, is het toch mega verwarrend. Want we moeten juist bij die zon wegblijven. En we moeten ons insmeren met zonnebrand. Als je dat doet, dan is die vitamine D-opname weer nihil. En als we ons niet in zouden smeren, dan krijgen we huidkanker. Dus hoe... Het is natuurlijk ook zo'n diffuus verhaal vanuit de overheid of vanuit instanties die zich hiermee bezighouden. Ja, dat is een beetje het kip en het ei, hè? Want ik zeg net, vitamine D volgens die reguliere artsen kan de tumoren met 30% reduceren. Dus als we dan gaan insmeren en minder vitamine D aanmaken en we krijgen dan kanker, is dat dan door de zon of is dat omdat we minder vitamine D aanmaken? En ja, zolang we daar niet helderheid over krijgen, zeker van onze overheden, en dat bedoel ik met die gebruiksaanwijzing die we eigenlijk zouden moeten hebben, dan blijven we maar een beetje modderen. Want er is, naar mijn idee, als je gaat kijken, ook op PubMed, waar alle medisch-wetenschappelijke artikelen staan, en je gaat daar vitamine invoeren, vitamine C of vitamine D, dan krijg je duizenden artikelen over die vitamine. Dus we weten ongelooflijk veel. Alleen... Maar het valt toch nog, is het omdat het bij de artsen, die krijgen opleiding in medicijnen, niet in vitamine en mineralen. Dus het is bij hun gewoon niet op de bril. Nee, want kijk, de medische wereld is natuurlijk heel goed georganiseerd. Hè, en hun kennis is goed georganiseerd. Maar al die kennis die er is over voeding en hoe het lichaam werkt en vitamine en mineralen en al dat soort dingen, als we die kennis zouden kunnen organiseren zoals de medische wereld georganiseerd is, ja, dan staan we veel sterker. Maar dat blijft diffuus en gefragmenteerd, er wordt niet over gecommuniceerd. Is dat waar jullie met die Alliance for Natural Health Europe ook proberen te bewerkstelligen? Nou, onze focus in Europa ligt voorlopig op voor elkaar krijgen dat er geen maximaal toelaatbare hoeveelheden komen die erg laag zullen zijn.
Er is in 2002 een richtlijn aangenomen in Europa. En daar staan... dat is een richtlijn, dus wat, ik weet nu een beetje iets van Europese wetgeving. Een richtlijn betekent dat overheden zich zoveel mogelijk moeten aanpassen aan die richtlijn. Dus de nationale wetgeving moet daarop aangepast worden. Nou, die wet, daar staat onder andere in, dus het is allemaal goedgekeurd in Europa, die in 2002, dat de Europese Commissie verder dat in mag vullen wat betreft maximale waarde. Dus er komt in feite, dat is een heel ingewikkeld proces met commissies en weet ik veel allemaal, maar uiteindelijk komt straks vanuit de Europese Commissie komt er een regelgeving of een maatregel die zegt, dit is de grens voor vitamine die je mag nemen op een dag. Maximaal, dus maximaal. De maximale dosering. Van... Ja. Ja, maar ook eigenlijk wat je op een dag zou mogen nemen, dus dat is ook wat straks wet is. Ja, maar het is toch een advies, want je krijgt dit niet op doktersrecept. Nee, ja, het is een advies, maar het gaat verder dan dat. Want die maximale waarde betekent ook dat er in jouw capsule of tablet niet meer van die stof mag zitten dan wat de Europese Unie zegt. En om een voorbeeld te noemen, vitamine B6, want dat is recent ook door dat hele systeem in Europa gegaan. In Amerika mag je daar 100 milligram van nemen per dag. In Europa is tot op heden 25 milligram. In Nederland is dat een paar jaar geleden op 21 milligram gezet. Nu is er een nieuwe commissie in Europa naar gaan kijken. En zonder dat er nieuw wetenschappelijk bewijs of onderbouwing of wat dan ook is, gaan ze dat naar 12,5 brengen. Oké, dat is wel een heel groot verschil van 12,5 naar 100. Naar 100 in Amerika. En dan moet je er wel heel veel slikken, want anders dan neem je er toch gewoon twee, maar dan moet je er dus heel veel gaan slikken. Nou, dan moet je dat niet alleen, maar mensen gaan dan ook als denken van ja, de overheid zegt dat is wat ik maximaal moet nemen, dus ik gebruik ook niet meer. En voor B6 is dat heel relevant, want dat doet heel veel goede dingen. En er is een onderzoek vorig jaar geweest, in 2022, wat gepubliceerd is. Op 500 mensen ongeveer. Dat laat zien dat mensen met angst, mensen met depressie, baat hebben van 100 milligram vitamine B6. En Europa wil dat dus naar rond de 10 gaan brengen, waar heel veel mensen dat profijt niet meer kunnen hebben. Dus daar willen we en dus welke en welke dynamieken zijn daar dan aan de gang, waardoor ze die dosering zo laag willen houden? Want jij zegt, er zijn ook onderzoeken waar jij dan naar refereert, maar dit is heel goed juist voor mensen die angstig zijn of depressie zijn. Hebben zij dan niet die kennis? Of? Nou, het andere vreemde aan de Europese manier om dit te doen, is dat ze hebben dus besloten, dat is al heel lang eigenlijk, altijd als ze naar vitamine en mineralen kijken, hè, want er zijn heel veel vormen ook nog eens een keer, ze gaan kijken naar de risico's alleen. Dus we gaan kijken wanneer gaat een bepaalde vitamine, hè, als je daar steeds meer van neemt, wanneer gaat dat een probleem veroorzaken. Magnesium is een voorbeeld. Als je daar te veel van neemt, dan krijg je dunne ontlasting. Hè. Dat kan heel vloeibaar worden. Dus dat is vervelend. Nou, dat nemen ze als risico. En ook al is dat maar een paar procent van de bevolking die dat bij een kleine hoeveelheid krijgt, dan zeggen ze dat is de grens. Want daarboven is dan risicovol. Terwijl daarboven heel veel mensen nog profijt zouden hebben van die vitamine. En ja, maar je zou kunnen zeggen, oké, dat is best zorgvuldig, want je wil niet dat iedereen aan de diarree gaat. Maar jouw punt is dus, wordt er wel ook genoeg meegewogen van de mensen die er profijt van hebben? Ja. En daar wordt niet naar gekeken? Of nee. Anders gewogen? Nee, er wordt eigenlijk vrijwel niet naar gekeken. Dus de baten van vitamine en mineralen worden in die modellen die ze gebruiken, dat zijn risicomodellen die ze ook op toxische stoffen loslaten, die worden alleen gebruikt. Dus ze kijken alleen naar risico's. Dus de voordelen van een paar duizend vitamine C, milligram vitamine C per dag, daar wordt niet naar gekeken. Er wordt gekeken wanneer gaat die vitamine C inderdaad, ook hetzelfde probleem, wanneer gaat dat diarree veroorzaken. Maar jij bent goed op de hoogte. Wat geeft het ons als we bijvoorbeeld, waar is vitamine C goed voor? Ja, vitamine C is essentieel voor ons afweer. Hè? Dat is ook een toegestane claim in Europa. Maar dat is nog een heel ander verhaal. Van wat mag je wel en niet zeggen over vitamine?
Maar vitamine C is ook heel belangrijk voor de productie van collageen in je lichaam. En collageen is essentieel voor je huid en voor je gewrichten, voor je bloedvaten en voor je tussenwervelschijven. Alles wat stevig en elastisch is, daar zit collageen in. Maar dat kan alleen maar van goede kwaliteit zijn als je voldoende vitamine C in je lichaam hebt. Dus het is een hele belangrijke vitamine. En als dan 1% van de bevolking bij 1000 milligram diarree krijgt, ja, moet je dan die 99% die baten, die voordelen van die vitamine ontnemen. Want daar komt het op neer. En waarom is dat dan ook weer zo'n verschil tussen Europa en Amerika? Nou, er is op zich niet zo'n heel groot verschil. Omdat je net zei, daar is dan bijvoorbeeld 1000 milligram, was het geloof ik? Ja, 100 milligram B6, 100, hè, wat ja. Ik zei. En dan in Europa, dus dat lijkt dan toch dat ze dat op een andere manier wegen? Ja, dat wegen ze wel op een andere manier, maar de tendens waar het heen gaat is daar hetzelfde. En naar beneden. Er is ook een ANH USA en die kijken heel erg mee wat er in Europa gebeurt, want Europa ligt er al voor in dat proces. En dus doordat we alleen naar risico's kijken en niet naar de baten, kom je op hele lage waarden terecht. En dan gaan we dus in feite het onmogelijk maken voor heel veel mensen om te supplementeren en te zorgen dat ze binnenkrijgen wat ze nodig hebben. En het gekke is... Maak je zin af. Het gekke is, want waarom doen we dat bij vitamine? Dat we kijken naar de risico's en niet naar de opbrengsten, maar de baten voor de mens. Terwijl als we naar de medicijnen kijken, dan hebben we een andere meetlat zeker. Dan hebben we een volledig andere meetlat, want dan zoeken we naar een benefit. En dat wordt dan waarom we dat medicijn nemen. En de risico's, die stoppen we weg in de bijsluiter in de vorm van bijwerkingen. En met vitamine is het dus juist andersom. Dus er wordt met twee maten gewogen. En het lijkt erop. Kijk, want als je die hele wetgevingsproces in Europa bekijkt, dan is er weinig democratie wat betreft de bepaling van die maximale waarde. Het zit in de handen van een paar mensen, bedoel je het zo? Nou ja, wat ik zei, in die wet van 2002 stond vastgelegd dat de Europese Commissie dat verder gaat bepalen. En die gaat daarmee aan de slag. Wat wou ik nou zeggen? Ik leid mezelf af. Oh, dat moet je niet doen. Ik weet niet welk punt je wilde maken. Nee, maar het gaat in ieder geval die wet van 2002. Daar wordt in vastgelegd dat de commissie dat gaat vaststellen. En dus dat hele proces verder is in handen van de commissie en een paar andere commissies en de EFSA die daar over gaat debatteren. Maar de EFSA, de European Food and Safety Authority, daar is van bekend dat die nogal onder invloed van de draaideuren staat wat betreft de farmaceutische industrie. Want als je kijkt, wij zijn dan vertegenwoordigd in het Europees Parlement, maar die komt vrijwel niet meer kijken in dat traject. Maar die commissies wel. En er is vastgesteld, dat moeten bedrijven ook melden, dat er zijn zo'n 260 lobbyisten in Europa voor de farmaceutische industrie, die een budget van, ik geloof, 36 miljoen hebben, om hun agenda door te voeren. En het klinkt heel evil en heel vervelend om te zeggen, ja, hoe minder mensen, mensen minder vitamine nemen, hoe groter de markt natuurlijk voor de andere kant. En is daar dan geen lobby voor? Dus hebben de vitamine en de mineralen, ik bedoel, dat zijn ook bedrijven die winst maken, lijkt mij. Die lobby is niet sterk of gefragmenteerd of ten opzichte van Big Pharma gewoon te klein? Nou, die is te klein. Die is gefragmenteerd. En wat wij ook vaststellen nu we hier echt onze tanden in aan het zetten zijn, is het onderwerp leeft niet. Mensen zijn zich niet bewust en zelfs vitaminebedrijven zijn zich vaak niet bewust welke kant dit opgaat. En we zijn nu juist aan het proberen om mensen, gewoon mensen van het volk, maar ook mensen van de industrie en van supplementbedrijven, om die te bundelen, om te laten zien dat hier wat moet gebeuren. Ja, het zit altijd zo geniepig in elkaar, hè? Want het lijkt zo, ze hebben het beste met ons voor. Ja, dat is dus de boodschap. Dat het komt zo sympathiek over. Ja, ze willen ons beschermen. Ze willen ons beschermen. Veel vitamine. Ja. Dus dat is heel sympathiek. Alleen, daar zitten wel de addertjes onder het glas. Ja. Dan het punt van
hoe weet jij welke vitamine jij tekort hebt en welke je dan moet slikken en waar je voldoende van hebt, aangezien in Nederland in ieder geval de huisarts zeg maar daar eigenlijk niet zo mee bezig is. Dus hoe moet je dat dan van jezelf weten? Want jij zei ook van ja, mensen, hoeveel mensen slikten wel geen vitamine bij in Nederland? Bijna 2/3. Ja, bijna 2/3. En op een bepaalde manier zeg je, ze doen maar wat, een beetje een dure plas. Maar hoe weet je dan wat je wel moet nemen? Want het is volgens mij bij ieder persoon anders. Ja, dat is zeker anders. Want onze filosofie is, en wat wij zien dat werkt, is... Kijk, die cellen, en dat zijn er nogal wat, die hebben elke dag... Iedere keer gedeeld, die delen en druk zijn. Ja, die zijn continu bezig, dag en nacht. Hè. De cellen die gaan 's nachts ook gewoon door met weer andere processen die heel belangrijk zijn. Maar die cellen hebben gewoon alles nodig qua zuurstof, water en die voedingsstoffen. Hè. De normale voeding, maar ook die vitamine en mineralen. Dus je moet zorgen dat die cel altijd heeft wat hij nodig heeft. Nou, het lichaam is gemaakt voor overvloed. Dus er is eigenlijk een hele simpele manier. Je hoeft niet te kijken wat er in je bloed zit. Je moet gewoon zorgen dat je elke dag het lichaam geeft wat het nodig heeft. En de balans die de cellen aan vitamine en mineralen nodig heeft, is voor jou min of meer hetzelfde als voor mij. Dus als je zorgt dat die balans goed is, dan is het enige verschil nog dat de een heeft meer nodig dan de ander. Wij helpen een topsporter ook om goed te presteren. Ja, die heeft heel veel extra vitamine en mineralen nodig om zijn niveau te raken. Maar ook als je mentaal heel intensief bezig bent, heb je ook veel meer vitamine en mineralen nodig dan iemand die de hele dag op de bank zit. Dus het heeft individueel is het verschillend. Hè? De omvang van het lichaam te maken. Ook maar ook toch op van ook, leeftijd. Ja, neem je het goed op? Hoe is de kwaliteit van je darmen bijvoorbeeld toch ook? Ja, absorptievermogen. Ja, dus dat is wel een apart onderwerp. En dat is een heel belangrijk onderwerp. Want uiteindelijk moet het bij die cellen terechtkomen. Dus de gezondheid van je darmen en de darmflora zijn essentieel om die in goede shape te hebben. Ja. Ja, nee, ja, we hangen aan je lippen, maar hoe doen we dit allemaal? En hoe weet je dan, wat is dan de dagelijkse, wat moet je dan nemen? Daarom nemen natuurlijk veel mensen gewoon maar een multivitamine en denken ze, nou heb ik hem juist afgedekt. Ja. Weet je, dan heb ik het goed gedaan. Ja, nou goed. En na jou, misschien als ze jou hebben geluisterd van, nou oké, dat zal wel te laag zijn, dus ik neem er wel 3. Maar ben je er dan? Nou ja, je moet eerst kijken, is die balans goed van mijn multivitamine? Want er zijn nogal heel veel verschillende kwaliteiten. En wij hebben echt onderzocht, wat is de juiste balans die je nodig hebt? En is dat dus, waar jij dit boekje, De Verborgen Waarheid over Vitamine en Mineralen? Ja, daar staat daar zit daar in. Staat dat, en dat de is kern te downloaden bij Vitamine.shop? Vitamine.shop. Vitamine.shop, gratis te downloaden? Gratis te downloaden. Oké, dus dan kunnen mensen kijken, oké, wat is dan de verhouding? Ja, nou ja, de exacte verhouding staat daar niet in, maar wel het hele verhaal over dat die balans heel belangrijk is. Want het is algemeen bekend dat als je bijvoorbeeld heel veel vitamine B1 neemt, en ondanks het feit dat je genoeg vitamine C hebt, onderdrukt het de werking van vitamine C. En dat heb je ook met vitamine A en vitamine D. Te veel A onderdrukt de werking van D. Dus... En dat wordt natuurlijk ook heel veel gebruikt om te laten zien dat vitamine misschien dat je niet te veel moet nemen. Maar als je die balans goed hebt, dan blijkt dat je net zoveel kunt nemen als je wil. Maar worden de cellen alleen maar blijer als je meer neemt. Want dan kan er helemaal niks misgaan. Dus als je die balans weet, dan kan je vervolgens kijken met wat is dan... Dan kan je stap voor stap kan je opbouwen qua hoeveelheid. En op een gegeven moment voel je dat je meer energie krijgt. Nou, dat wil zeggen dat die... cellen krijgen wat ze nodig hebben, want die maken onze energie. De mitochondria toch vooral, denk ik. De mitochondria, ja, dat is de kern. Dat is de kern. Ja, dat is 10%. Maar dan toch nog, wat is dan de balans? Hoe komen we erachter, wat is dan de balans van hoeveel A, hoeveel D, hoeveel selenium, hoeveel magnesium, hoeveel Q10, hoeveel B, hoeveel... Ja, we hebben... Omega's. Ik bedoel, het is een... Je kan helemaal verdwalen. Ja, ja, nou, we hebben een formule uitgewerkt waar die balans in staat. Dat hebben we onder andere door onze vroegere samenwerking met dokter Lenke hebben dat mee kunnen ontwikkelen. Dus wij hebben in onze producten dat verwerkt. Maar ik zit hier niet voor onze producten, dus we dalen in die zin af. Maar dus het is even zoeken waar die balans is... Wij hebben die kunnen vaststellen en wij merken ook bij mensen die dan
zorgen dat ze voldoende krijgen, dat, ja, dat ze meer energie hebben en vervolgens, als ze dat blijven gebruiken, dat dat gezondheid ook verbetert. Maar als die balans is, die doe je dan in één pil? Of, want ja, ik noemde net heel veel. Ja, ja, je hebt natuurlijk heel veel vitamine en mineralen die je dagelijks weer nodig hebt. Hè, spoorelementen, daar heb je er ook nog heel veel van nodig. Maar als je, noem eens wat spoorelementen. Nou ja, de selene, de mangaan en de ijzer. En de ijzer is wat is niet eens, dat is een mineraal. Maar je hebt heel veel, je hebt iets van 70 mineralen. Daarom? Die je in hele kleine hoeveelheden nodig hebt elke dag. En hoe weet je nou, dit haal ik uit mijn voeding of niet? Of ik moet dit bijslikken en dit niet? Ja, nou het probleem is, of misschien is dat niet het probleem, want dan maakt het juist duidelijk. Je moet ervan uitgaan dat je dat vandaag de dag niet meer uit je voeding krijgt, omdat het gewoon niet meer de kwaliteit heeft die het had moeten hebben. En die 59% van de bevolking die chronische aandoeningen heeft, ja, ik kan niet zeggen dat komt allemaal door vitamine en mineralen, maar ik weet wel dat het voor een groot deel uit voeding en dus ook uit vitamine en mineralen voortgekomen is. Hè, tekort daaraan. Dus daar is heel veel te winnen. Maar hebben in Nederland, we leven in zo'n welvarend land, hebben mensen hier vitamine en mineralen tekort? Ja. Ja. Heb je wat cijfers van... Nou, kijk, het is het algemeen bekend. Hè. Vitamine D, dat is niet een Hongaars probleem. Dat is in de westerse wereld. Hè. We zijn veel minder buiten. We zitten minder in de zon. We zitten binnen achter computers en noem het maar op. Dus we maken veel minder vitamine D aan. Hè. We krijgen veel minder binnen. Magnesium bijvoorbeeld is ook een mineraal. Hè. Heel belangrijk voor heel veel processen in het lichaam. Dat is ook algemeen bekend dat het gros van de mensen daar tekort aan heeft. Dus dat zijn hele simpele oplossingen om de gezondheid te verbeteren. Maar zijn er artsen, als mensen geïnteresseerd zijn, moeten ze dan naar een ortomoleculair arts of die daar wel veel van weten, mensen kan adviseren? Ja, dat is zeker. Er zijn hele goede ortomoleculaire artsen die kunnen bijstaan met de juiste voedingsstoffen om je gezondheid te verbeteren. Maar wij zeggen altijd, zeker als je al gezond bent, neem gewoon die vitamine in de juiste balans en de juiste hoeveelheid. En dan onderhoud je je lichaam gewoon en blijft het gewoon gezond. Dus, maar als je bepaalde dingen mankeert, is een ortomoleculaire arts of een ortomoleculaire therapeut zeker een weg om te behandelen. Voordat je naar de medicijnen gaat. Hè? Want die stap slaan artsen over. Hè? Ze slaan die stap van wat is de oorzaak van mijn ziekte over. Hè? Want neem nou bijvoorbeeld water. Hè? Heel veel mensen zijn uitgedroogd, drinken te weinig water. Nou, daar kan je hoge bloeddruk door krijgen. Daar kan je hoofdpijn krijgen. Daar kan je depressief van raken. Hè? Zo ernstig, alleen watertekort. Nou, als je dan met die klachten naar een arts gaat, dan krijg je een medicijn voor je hoge bloeddruk, of je krijgt een pijnstiller voor je hoofdpijn, of je krijgt zelfs een antidepressieve binnen 10 minuten mee naar huis. Terwijl het enige wat die arts had moeten vragen van, hoeveel water drink je op een dag? En dan laten we even meten hoeveel vocht je in je lichaam hebt. Nou, dan had hij gewoon gezien dat die mensen te weinig water binnenkregen. Had hij ze daarmee geholpen, hadden ze niet aan de medicijnen gemoeten. En dat is de essentie waar we het over hebben. Maar jullie zijn echt want we zitten al in de laatste minuten. Jullie zijn, nu al? Ja, sorry, ja, dat vliegt voorbij. Ja. Maar misschien toch nog even dat je kernachtig zegt van wat je wil meegeven. Hè? Dus want jullie hebben filmpjes, hele soort nieuwsbrieven. Ja. Weet je, gewoon toch wel let op, dit is er aan de hand en dit vind ik toch niet goed. Nou ja, goed. ENH, hè, want daar zit ik eigenlijk hier voor. ENH is dus bezig om die strijd te voeren in Europa. We hebben daar de afgelopen 10 jaar met de hulp van met name vitaminebedrijven, hebben we daar ook een nieuw model ontwikkeld. Een model wat niet alleen naar de risico's kijkt, maar ook naar de baten, de benefits van vitamine en mineralen. En TNO heeft daarin meegewerkt? Hè? TNO hebben we in eerste instantie dat mee opgestart. Die hebben dat model neergezet en verder hebben we het verfijnd met professor Hanekamp van de University College Roosevelt in Middelburg.
hebben we dat fijn gezet, ook omdat het dan een open source model is, dus kan door iedereen gebruikt worden. En we willen dus eigenlijk dat dat toegepast gaat worden door de EFSA, de European Food Safety Authority. En dat we dus in de toekomst niet alleen kijken naar de risico's van vitamine en mineralen, maar ook gaan kijken wat levert het op voor de gezondheid. En dat meewegen in straks bepaling van wat zou de maximale waarde mogen zijn van wat jij en ik mogen gebruiken. En we hebben een website, dat is anheurope.org. En daar is veel meer informatie te vinden. Daar is het ook mogelijk om lid te worden van ANH. Om jullie te ondersteunen daarin. Om onze strijd te ondersteunen. Ja. Ja. Nou ja, ik denk een belangrijke strijd. Ik gebruik zelf ook heel veel vitamine en mineralen supplementen. Ik denk dat het toch heel belangrijk is. Ik voel me er ook veel beter bij. Dus ik begrijp heel goed dit verhaal. Maar het is het is ook best duur. Ja. Ja, maar dat is weer een van die gemene dingen. Als je medicijnen nodig hebt, dan wordt het allemaal vergoed. En wil je iets goeds doen voor je gezondheid, dan mag je het allemaal zelf betalen. Ja, iets proactiefs is het, hè, vooral. Ja, dus vooral dat je iets proactief doet. En dat is toch een... en vooral omdat die hoeveelheid, in de zin van de breedte, die je net ook zegt, zijn er zo 70. Nou, je krijgt volgens mij niet eens 70 in je lichaam. Maar ik bedoel, zeg dat je daar een keuze in maakt van 10. Dan is dat toch best wel pittig. Ja, en zeker als je er dan 10 moet slikken omdat die dosering zo laag is, dan heb je in 6 dagen heb je zo'n potje op die 50 euro kost. Ja, nee, daarom is het zo vals dat we daar niet mensen in steunen en wel als ze ziek worden aan medicijnen, want dat lost de oorzaak niet op, zoals we het over gehad hebben. Dus dat moet veranderen in de zin dat misschien wel gesteund moet worden, want we moeten met z'n allen zorgen dat die 59% omlaag gaat. Want dat heeft zoveel positieve effecten op de samenleving. Hè? Qua productiviteit, qua geluk, qua alles. Kosten ook, hè? En qua kosten. De kosten voor onze gezondheidszorg, die blijven maar stijgen. En een paar jaar geleden was het 124 miljard, als ik het goed heb. En dat blijft maar stijgen. Maar we zien ook dat we steeds zieker worden. Want ik zeg wel die 59% in 2021, maar 10 jaar daarvoor... of niet eens 10 jaar, 2014 was het nog maar 49%. Dus we geven steeds meer geld uit aan onze gezondheidszorg. Stijgen die chronische ziekten gigantisch. En we worden alleen maar zieker. Dus we doen met z'n allen iets fout. En dat zou eigenlijk nummer 1 op de agenda moeten staan van de politiek. Omdat het ons allemaal betreft. Ja, absoluut. Nick, ontzettend bedankt voor je inspirerend verhaal. Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk. Beste kijker, ben je fan van ons kanaal en wil je ons steunen? Meld je dan aan via onderstaande link of stuur een mailtje naar redactie@denieuwewereld.tv. Bedankt en alvast van harte welkom bij het DNW Patronaat.